Voer, gelukkig. Meneer, had u niet eventjes voorzichtiger kunnen zijn? Ik had u bijna aangereden. Voorzichtig? Jij had beter voorzichtig moeten zijn. Jij had hier eigenlijk niet hard moeten rijden. Ik ga het meteen melden aan de politie. Dan zou je nog eens heel veel spijt van krijgen hoe jij zo omgaat met oude mensen. Zeg, overdrijf nou niet een beetje. Ik ben tenslotte wel de boswachter en ik ben hier wel de baas. Stap anders achter in mijn auto, dan geef ik je wel een lift naar huis. Ik hoef helemaal geen lift. Ik ga meteen naar de politie toe en ik ga er een melding van maken. Dat is toch belachelijk? Hij kan me toch niet aanklagen omdat het bijna een ongeluk was? Zo, ik ben blij dat ik weer op school in mijn kantoor zit. Maar gelukkig hoef ik me niet te vervelen, want op mijn bureau staat gelukkig mijn politieauto en mijn ambulancewagen waar ik mee kan spelen. Wat krijgen we nou? Ja, met de boswachter hier. Inspecteur, wat leuk dat u mij nog belt. Zijn er toevallig nog richtlijnen? Klachten? Maar inspecteur, die man stond midden op de snelweg. En ik moet zeggen, meneer de inspecteur, ik heb wel nog op tijd geremd. Ja, oké, inspecteur. Ik zal ervoor zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Ja, tot ziens. Dat is erg. Nog één zo'n situatie en ik vlieg de gevangenis in. En ik moet nu snel actie innemen, want anders heeft de stad helemaal geen eigenaar meer. Boswachter, ik verveel me een beetje. Weet jij trouwens wat ik überhaupt nog kan doen hier? Pingu, ik moet namelijk een dringende boodschap doen. En terwijl ik intussen weg ben, heb jij hier zo lang de leiding. En ik weet nog niet hoe lang ik weg zal zijn, maar dat zul je dadelijk wel zien hoor. Ik vond het wel raar van de boswachter, maar aan de andere kant ben ik er wel tevreden mee. Jij moet mij gehoorzamen. En jij doet alles wat ik je beveel. En als ik in je vingers knip, dan zal jij in trance zijn met mijn hypnose. Ik wil niet veel zeggen, Silvano, maar ik denk dat jouw hypnose niet echt bepaald een succes is. Sapper de tijd, hoe kan dat nou? Ik heb toch die hypnose toch blind goed voorgelezen? Hey boswachter, wat fijn dat u nog op bezoek komt. En, waarmee kan ik u helpen? Nou, in het erover heb, Ricardo, ik zit namelijk met een heel groot probleem. En ik vroeg me trouwens af of jij iemand kent die van mijn probleem kan afhelpen. Nou, Silvano is hier en ik denk dat hij jou wel kan helpen met jouw probleem. Dus je hebt een waarschuwing gekregen van de inspecteur. Ja, en hij zei tegen mij dat als ik niet goed omga met mijn rijgedrag, dat hij mij dan naar de gevangenis zal brengen. Hebt u misschien een oplossing waardoor ik mijn rijgedrag onder controle kan houden, Silvano? Ik heb misschien een andere oplossing voor dit probleem, boswachter. Ik heb vroeger bij de politie gezeten. En als ik hen dit identiteitskaartje laat zien, dan zullen ze jou zeker niet opsluiten. Wat jij in je handen hebt, dat is een kaartje van de poliep. En een poliep, dat is een kermisattractie. Oh, dus jij weet het weer beter, hè, Ricardo? Zeg jongens, is er geen andere oplossing dan deze onzin wat jullie vertellen? De enige oplossing die ik nog ken, dat is de hypnoseketting. En wat moet ik daar nou weer mee? Ik kan hiermee jouw rijgedrag onder controle houden. Kijk goed naar deze slinger. Kijk heel goed. Je voelt je nu slaperig. Je oogleden worden zwaar. Ze worden nog zwaarder. Ze worden zwaarder dat je ze niet meer open kan doen. Als ik in mijn vingers knip, zal je alles vergeten wat er ooit is gebeurd. En hoe voel je je nu, boswachter? Om eerlijk te zijn, voel ik me nu veel rustiger. En het bijzonderste is dat ik helemaal niet meer aan auto's denk. Silvano, ik wil je namelijk hartelijk bedanken dat jij mij hebt geholpen met dit ernstige probleem.
Het is me een genoegen, boswachter. En als er ook nog iets is, kan je altijd naar me terugkomen. Ik ga meteen mijn koffers pakken en dan kan ik eindelijk lekker gaan genieten van mijn vrolijke vakantie. Nou, Silvano, dan vraag ik me eigenlijk af, waar gaat de boswachter naartoe? Dat zou ik zelf ook niet weten, Ricardo. Ho, meneertje, jij mag hier helemaal niet komen. Deze gevangenis is alleen bestemd voor mensen die een misdaad hebben gepleegd. Rustig maar, meneer de agent. Ik kom hier alleen maar een weekendje logeren, hoor. En ik kom alleen maar slechts op bezoek, net als bij Monopoly. Maar jij hebt toch wel geen misdaad gepleegd? Nou, dat weer niet, maar ik heb dit toch wel verdiend om een beetje tot rust te komen, toch? Vooruit dan, boswachter. Voor deze keer maak ik voor jou een uitzondering. Oh nee, dat kan toch niet, hè? De boswachter gaat de gevangenis in en hij vindt het nog gezellig ook. Ik snap er echt helemaal niks van wat er aan de hand is. Je weet toch wel zeker dat jouw hypnose toch wel werkt, hè? Hoe kan ik dat nou weten? Dit is voor mij ook de eerste keer dat ik deze hypnose heb uitgeprobeerd. Ik kijk anders wel eventjes in mijn hypnoseboek. Oh, nu weet ik wat het probleem is. Ik heb per ongeluk de verkeerde spreuk voorgelezen. Ik heb een spreuk voorgelezen waarin de boswachter doet alsof hij een crimineel is zonder een misdaad. Dat heb je heel mooi gedaan, Silvano. We moeten de boswachter meteen gaan redden, want hij hoort niet achter slot en grendel thuis. Nu geeft Ricardo mij ook nog de schuld. Hij kan toch zelf ook weten dat ik dit voor de eerste keer doe? Precies wat ik nodig heb. Deze cel ziet er echt keurig en schoon uit. Boswachter, het is wel verplicht dat u uw koffer moet inleveren. Het spijt me, meneer, maar koffers zijn niet toegestaan in de cel. Dit ziet er echt fantastisch uit. Hier kan ik wel dagenlang blijven genieten. Ik geloof dat ik een beetje trek heb gekregen. Agent, kan ik bij jullie wat gaan eten? Ja, natuurlijk mag dat, boswachter. U kunt eten pakken in de kantine. Zo, meneer, en waarom ben jij hier? Ik kom hier alleen maar een lekker hapje eten. Ik zou heel graag een bord met pannenkoeken willen hebben en als vooraf wil ik graag een lekkere koude soep. Meneer, dit is hier geen 5-sterren restaurant. Het enige wat je hier kunt eten is eten voor boeven. Zou kunnen, dan wil ik graag dat wel hebben wat jij daar hebt. Oké, bedankt. Ik hoop maar dat dit net even lekker smaakt. Zal dit echt lekkere voedsel zijn? Het ziet er niet eens naar uit, maar ik zal hem eens proeven. Niet verkeerd, maar ik denk dat er wel nog wat zout erbij mag. Nou, hier zijn we dan. Maar de grote vraag is, hoe komen we nu eigenlijk binnen? We laten ze mijn identiteitskaart zien. En als ze die hebben gezien, dan laten ze de boswachter meteen vrij. Voor de zoveelste keer, Silvano, dit is geen identiteitsbewijs, maar een kaartje voor een kermisattractie. En hoe wou jij dan de gevangenis binnen zien te komen? Ik heb al een idee, Silvano. Weet je wat dit is, Silvano? Dat is een vijl. Inderdaad, en hiermee gaan we de boswachter uit de cel bevrijden. Kom mee, we moeten heel stil zijn, zodat we niet opvallen. Oké, Silvano, je weet wat je moet doen. Jij moet kijken of de kust veilig is. En terwijl jij gaat kijken, ga ik intussen de tralies doormidden zagen. Ik vind het een slecht idee, Ricardo. Als een van die agenten ons ziet, dan worden we meteen betrapt. Niet treuzelen, Silvano. We doen het voor de boswachter, hè? Weet je nog? Kijk maar anders heel goed of je niemand ziet.
Ricardo, daar is politie. Ja, hele leuke smoes, Silvano, maar de politie bestaat niet. Agent, dit is niet wat u denkt hoor. Wij waren gewoon hier de tralies aan het controleren. Echt waar, ik zweer het. Tralies controleren? Volgens mij probeerden jullie in te breken. Maar dat gaat mooi niet gebeuren, heren. Heb je nog meer ideeën, Ricardo? Oké, Silvano, misschien had je wel gelijk. Gelijk? Door jouw schuld zitten we hier mooi opgesloten. En nu zien we de boswachter nooit meer terug. En je mag jezelf bedanken dat we hier vastzitten. Oké, heren, jullie mogen eruit. Agent, waarom laat u ons vrij? Ik heb me in jullie vergist. Jullie zijn helemaal geen inbrekers, dus jullie zijn vrij om te gaan. Zeg, agent, wij hadden trouwens gezien dat de boswachter hier in deze gevangenis zat. Zouden we hem toevallig mee mogen nemen? Sorry, maar de boswachter zit hier niet meer. Hij is al een kwartier geleden al vertrokken. En weet u ook waar de boswachter naartoe is gegaan? Dat weet ik niet, maar daar moeten jullie zelf even achter komen. Oké, dan vertrekken we maar. Wat een rare kerels. Ze moeten maar beloven dat ze niet meer zo'n streken uithalen. We hebben de hele stad afgezocht, maar we kunnen de boswachter nergens vinden. En ik heb door al dat lopen heel veel last gekregen van mijn benen. Ik zou trouwens niet weten waar de boswachter nu nog kan zijn. Weet jij toevallig nog een plek waar we nog niet zijn geweest, Silvano? Ik zie hem wel staan, Ricardo. Hij staat daar naast dat bankje. Ik heb namelijk één ding geleerd en dat is dat autorijden heel gevaarlijk kan zijn. En er is ook maar één manier om daar vanaf te komen. Ziezo, ik zal nooit meer van mijn leven in een auto gaan rijden. Had je dat gezien, Ricardo? Ja, inderdaad. De boswachter heeft zijn eigen rijbewijs kapot gescheurd. Niet erg, jongens. Ik ga toch stoppen met autorijden. Het enige waar ik me nog bezig ga houden is spelen met modelauto's. Nou, Silvano, dan moet ik toch wel eerder bekennen dat jouw hypnose nog goed zijn werk heeft gedaan. Dan mag ik van geluk spreken dat mijn hypnose nog heel veel successen heeft geboekt. Hypnose? Wie gelooft daar nou weer in?